Begin van het jaar is een onderzoek uitgevoerd om te kijken of de regionale slagkracht om uitvoering te geven aan die onderzoeken, of dat voldoende is. En de conclusie van het onderzoek was dat dat nog wel verbeterd kan worden. Die werken die worden uitgevoerd, dat gaat allemaal hartstikke goed en dat gaat prima. Maar wat ontbreekt is een gebiedsoverstijgende samenwerking en ook een overheidsoverstijgende samenwerking. Dus eigenlijk in makkelijke woorden gezegd, wat moet gebeuren is dat de mensen die werken meer kennis delen, meer ervaringen delen over en weer. Die conclusie in het rapport is natuurlijk opgevolgd met een aanbeveling. Die aanbeveling was, ga op zoek naar een oplossing of een tool waarmee je de samenwerking tussen de overheden, tussen de mensen kunt bevorderen. Nou, de community dijkwerkers is daar hartstikke geschikt voor. Er zijn nu 1000 vakgenoten, waterwerkers in het hele land lid. En dat programma Waddengebied heeft 3 communities ontwikkeld nu. We zijn jong, we zijn startend, dus 3 is eerst genoeg. Er zijn 50 mensen uitgenodigd om lid te worden. We beginnen ook klein, maar die 50 leden krijgen op deze manier wel een hele mooie kans om kennis te delen, vragen te stellen binnen het Waddengebied, maar ook aan de vakgenoten in een ander deel van het land. Dus mensen kunnen heel makkelijk vragen stellen buiten hun eigen bestaande netwerk.